spieken vandaag. Op naar de wasstraat. Ja, want hij is echt weer vies hoor. Ja, Kiki klaagde gisteren al dat er iets op de raam zat. Dat is vogelenstrop. Oh ja. Oh. Nee, daar moeten we echt even ingrijpen. Ja. Heb jij iets van mij of wil kicken of zal ik ergens mee of kicken? Weet je, kik jij maar of. Oké. Okay. Ik heb vorige week een nieuwe iPad gekocht. Ja. Voor Katrien. Dus niet voor mezelf. Oh. Hoefde hem niet. Dat is de iPad niet 3. Ja, de nieuwe. Ja. Ja. En vooral het display is fantastisch, werd er vooral gezegd. Hè? Dat werd, en ik wist nog dat ik op een gegeven moment de iPhone 4 had. Ja. En daar vond ik echt de overstap van... Nou ja, je zag echt die pixels op die iPhone 3 niet, dat je er last van had. Maar toen kwam die iPhone 4 en dat was echt haarscherp. Was echt, ja, precies, ja. Echt indrukwekkend. Ik overweeg het ook nog steeds, hè. Dus toen... Maar dezelfde soort scherm zit dus in de iPad? Hetzelfde soort scherm zit nu in de iPad. En ik vind dat... ik moet zeggen dat ik dus helemaal niet zo onder de indruk ervan ben. Oh? Iedereen zegt wel, wauw, dit is ongelooflijk. Maar dat is al als je het dichtbij houdt. Ja. Of als je... Zeg met je neus op de letters zit. Of als je een oude en een nieuwe naast elkaar hebt. Ja, ja, ja. Dan zie je het. Want hij deed het eigenlijk al goed genoeg. Nou, je hebt een iPad, heb je gewoon minder bij je neus, minder dicht bij je neus dan een iPhone. Dus je, dat verschil is gewoon minder duidelijk. Dus, miskoop? Nee, want Katrien, hij is voor Katrien hoor, hij is niet voor mij. Dus ik heb de iPad 2 gewoon nog. Ja, precies. Een ander ding wat me opviel... was dat de scherpte, die is er, dat is mooier, absoluut. Het is echt wel mooier. Ja. Maar dan is hij is dikker dan de vorige. Dus hij voelt minder luxe. Want dunner voelt luxer. Ja, inderdaad, ja. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je wel eens een iPod Touch vast heb gehouden. Dat ding voelt chic. Ja. Dat is een super dun dingetje. En denk van, wauw, zeg hé. Sterker nog, ik heb er pas één gekocht. Ja. Mooie witte. Ja, oh. Die voelen super chic aan. Ja. Veel chiquer dan de iPhone. Ja. En dat is hetzelfde dus met die iPad. Die voelt... daar wilde ik heen. Ja. Nou ja. Andere route. Die voelt dus minder chic. Ja, eigenlijk zou je willen dat de iPhone en hij is in de maar heel vorm klein zit beetje, van de iPad. De iPad iPod. Is maar een heel klein beetje dikker. Ja. Maar 1 millimetertje of zo, maar je voelt het. Ja, dus hij is zwaarder. Ja. Ja. En hij is ook zwaarder, maar hij is ook net even dikker. Heel klein beetje. En dat voel je. Dus ik vind hem minder chic voelen. Maar daarnaast, dat zijn alleen nog maar een beetje de oppervlakkige uiterlijke dingen. Ja. Maar er zijn ook nog wel wat... Er zijn wat dingen die er echt achteruit gaan. Performance bijvoorbeeld van sommige CSS-features, zoals schaduwen, waarbij nogal wat berekeningen nodig zijn. Ja. Performance gaat achteruit. Oh. Hey, maar, ik dacht dat, dat Apple eigenlijk alleen maar dingen maakte die beter werden telkens. Nee, dat is niet waar. Dat is bij deze niet waar. Nou, dat was eigenlijk ook al. Ik kreeg een nieuwe... MacBook Pro, omdat die vorige, er was de wifi van stuk. En die vorige was helemaal niet zo oud. Yeah. Maar dit is net een nieuwere en de processor is sneller. Maar de processor gebruikt ook veel meer batterijen. Ach. Dus waarbij ik bij die vorige makkelijk een hele avond kon werken, dan lukt het met deze niet. Zonder stroom eraan. Ja, precies. Ja. Lukt is gewoon, is de stroom is op. Na een, ja, dat is toch naar. Dat lijkt dan toch geen prioriteit meer te zijn bij mobiele devices. Ja, ik vind of het. Of volgens de. De sier maken met mooie grafieken en power en dat soort zaken. Vinden mensen dan weer belangrijker. Ja, en ik vind. Er zijn andere soorten power die ik nodig heb. Bijvoorbeeld lang door kunnen werken vind ik veel belangrijker dan. Ja. Rekenpower zit inmiddels wel goed, weet je.
Ja, dat was eigenlijk al goed. Ik gebruik ook steeds minder CPU-verslindende programma's. Photoshop, wie gebruikt dat nog? Je hebt tegenwoordig pixelmeter, wat nauwelijks geheugen nodig heeft. Ja. Dus de... ja. Dat is een mooi programmaatje inderdaad. Maar die... ja, misschien moet je een MacBook Air hebben dan, hè? Dat is weer iets te weinig power voor, voor mij. Ja, ik heb hem pas geleden vastgehouden en ik vind het toch wel... Ja, het is een leuk apparaat. Nee, maar goed, dat ding voelt toch super chic. Die voelt een hele... Ja, en vooral ook... Je wil hem overal mee naartoe nemen op een of andere manier. Ja, ja. Het is iets wat ook uitnodigt om... ja, om naar de coffeeshop te gaan en vervolgens om daar open te klappen en daar je artikel te schrijven of wat ook. Ja. Maar goed, ik vond dat wel interessant om te zien. Dus ook qua performance en nou ja, en helemaal qua bestandsgrootte wordt het natuurlijk echt een probleem met die nieuwe Retina displays. Ja, want de video's moeten natuurlijk ook in full HD 1080. Nou ja, meer dan full HD, want het is meer dan full pixels. Oh ja, hij is hoger inderdaad, hè? Ja. Plaatjes moeten 4 keer zo groot worden nu. Jongens, ik denk dat ik nog even blijf bij mijn iPad 2. Ja, dus het ding is, laten we zeggen, geoptimaliseerd voor hele snelle verbindingen. Daar is hij voor. Ja. Maar of je die superverbindingen altijd hebt, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Dus of we daar al zijn, dat is het een beetje. Volgens mij zijn we nog niet in een wereld met supersnelle draadloze verbindingen. Ja. Ik had daar laatst over met John, een van onze collega's. En hij komt uit de radiowereld, of daar heeft hij een tijdje gewerkt. Ja. En ik zei tegen hem van, hey, er zijn eigenlijk nergens meer radio's in mobiele devices. Vroeger had je de Nokia, er zat standaard een FM-radiootje in. Zo ook met een Sony Ericsson. Maar... In de nano van de van Apple zit er eentje. Ja. Maar dat werkt alleen als je er iets in hebt gestopt, zeg maar. Als je, je koptelefoon erin hebt. Maar voor de rest is het allemaal, ja, wordt het een beetje weggestopt in de digitale kanalen. Hè? Dus je bent eigenlijk echt afhankelijk van dat je constant internet hebt. Ook constant goed internet. Ja. En dat zit er meestal niet eens in. Dat je heel veel data kan verplaatsen, want zoveel kosten radioprogramma's niet zo heel. Nee. Maar het is wel dat het continu is. Ja, ja, ja. En daar zit hem vooral heel erg veel, daar zit hem de kneep. Je wilt eigenlijk net als met alle content, je wilt overal die informatie kunnen oproepen. Ja. En nu zeg je eigenlijk van ja, weet je wel, als je iets wil opzoeken en je bent buiten en je hebt even geen verbinding, nou ja, dan haal je schouders op en zeg, nou, dan zoek het dan een keertje op. Maar als je dus echt diensten gaat aanbieden die daar afhankelijk zijn van continuïteit, ja, dan moeten we inderdaad nog goed werken aan onze netwerken. Ja. Ja, dat zijn we gewoon helemaal niet. Die netwerken zijn... Nou ja, het moet zie vooral... je, maar zie je het gebeuren? Met de huidige telco's? Ja. Nou, ja... De telco's die moeten inderdaad, die moeten daar ook heel erg hard aan trekken. En is er zoiets als de nieuwe iPad nodig om die telco's weer eens wakker te schudden. Dat had je ook met mobiel internet. Ja, sluggish, slecht. Telco's waren er totaal niet mee bezig. En toen kwam ineens de iPhone van, hey, we willen dit. Ja. En binnen 5 dagen, of hoe heet het, binnen 5 maanden... had de telco-industrie het woord ongelimiteerd opnieuw gedefinieerd. Ja, klotzak. Excuus. Zulke hufterige... Dat is nou hufterig gedrag. Ja, maar dat zijn echt dat evil is... bedrijven gewoon. Ja. Jongen, 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 jongen. Het is zonde, weet je. Het is echt zonde. Het hoeft vooral niet. Je kan... Ik volg een heleboel programma's die daarover hebben, vooral in Amerika is het schering en inslag. En die zeggen zo van, ja, weet je, het is prima als je het niet meer kan bieden. En dat je dan, maar communiceer daar fatsoenlijk over. Zeg van, jongens, het aanbod is echt heel erg overweldigend. Of de vraag is heel erg overweldigend. We kunnen het niet aan. We gaan kijken of we jullie kunnen
of we dat slimmer kunnen aanpakken met z'n allen. Ja, maar hou de markt dan ook eens beter in de gaten. Ja, zeg, inderdaad. Hey, what the fuck? En dan, hè, dan, weet je wat, dan doen we een beetje van de prijs af, want je krijgt immers minder van ons. Maar nee, wat doen ze? Ze doen een flinke stapel geld, moet je erbij betalen. Ik wilde de upgrade maken naar bijvoorbeeld de iPhone 4GS. Ik moest een tientje meer betalen per maand. En dan, voor minder, want het was niet meer onbeperkt. Niet dat ik het nodig heb, maar het is het signaal dat je geeft als bedrijf zijn. Ja, maar het heeft ook een signaal, want we snappen er geen fuck van. En we houden de markt niet in de gaten. Ik heb het idee dat ze dan geen klanten snappen. Ja, maar ook dat niet. Klanten snappen ze niet. Nou, nee, klanten. Daar hebben ze sowieso al totaal geen... Dat kan ze niet schelen. Ja. Dus daar hebben ze geen feeling mee. Het is echt een soort van, hoe heet dat, monopolistengedrag. Maar vooral, hallo. Je ziet toch waar het heen gaat. Je ziet toch wat voor apparaten er komen. Wat de behoeftes worden van mensen. Yeah. Dan moet je... op anticiperen, dan moet je kan niet meer stilstaan. Net als de schrik. Dus wat ik zou hopen, wat ik hoopte dat Apple zou aankondigen, is, ze hadden toch die enorme, ze hebben die enorme reserves van geld, ja, ja. 100 miljoen miljard of zo. Ja, letterlijk. Als het daar nou eens een wereldwijd wifi-netwerk van zouden aanleggen. Ja. Van, zo, wij snappen wel wat je wil. Hier. Nou, in alle eerlijkheid, ik vond de manier waarop zij het aanpakte met zowel de muziekindustrie als de telco-industrie. Zo van, jongens, dit gaat straks gebeuren. Zorg ervoor dat jullie klaar zijn. Hoi. Ja. En ze kregen de memo, zeg maar. Ja, en maar dan, als je niet mee wil doen, sorry jongens, maar dan ben je af. Ja. Dat doe je niet meer mee. Nou, en wat ze nu zouden moeten doen... Jullie zijn te traag geweest. We leggen ons eigen netwerkje wel aan. Ja. Dat zouden ze moeten doen. Ja, het is jou, maar volgens mij ligt er al. Alleen wilden ze het simpelweg nog niet helemaal uitnutten. Oké, okay, misschien zijn ze er al wel mee bezig. Ja, dat zou best. Ja, nou, het zou raar zijn inderdaad... als je plotseling van links wordt ingehaald als... ja, goed. Of van rechts, sorry. Van links is heel normaal namelijk. Ik haal nu links in. Ja, precies. Kijk naar buiten, kijk naar kant B, dan zie je ons links in op dit moment. Nou, kant B juist niet. Oh, oh nee, ja, sorry. Als de camera ja, daar nee, zat, ja, zou je het hebben gezien. Als het verkeerd zat, nee, maakt niet uit. Ik had pas geleden trouwens nog een artikel geschreven. Mijn eerste artikel, yay! Oh ja, dat was heel positief ontvangen, hè? Ja, zeg maar, ik word er heel onzeker van. Van positieve ontvangst. Oh? Ja, want dan denken ze, lezen de juiste mensen dit wel? Zeg maar, of heb ik nou gewoon goed geschreven? Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik heb het in elk geval wel zo geschreven. Het gaat overigens over... over dat eigenlijk de discussie die wij al vaker hier hebben... is dat veel bedrijven content maken... met de beste intenties om mensen, om klanten te, zeg maar, aan te haken, et cetera. Maar dan gewoon een beetje in falen. En eigenlijk omdat ze dat vanuit het marketingperspectief doen. En dan zeggen van, nou, we moeten dus mooie content gaan maken... en daar ook ons in product in gaan noemen. Denk aan de overdreven telcel-verhalen van, heeft u dat ook wel eens... Hoor, dat jeuk op uw achterrug, dan is het er nu. Weet je wel, en dan wordt het geïntroduceerd en dan heb je een soort van raar filmpje waar iedereen zich een beetje ongemakkelijk bij voelt. En die in essentie niet zijn effect heeft. Namelijk mensen overtuigen dat jij een bedrijf bent die volwassen nadenkt over de wereld waarin de klant zich in beweegt. En zeg van, weet je wat, wij hebben heel veel verstand hiervan. Of wij hebben hier iets maar bij te dragen. Maar klopt het wel wat je zegt, dat het niet werkt? Want Telcel is volgens mij super succesvol. Nou ja, ze kunnen de rekening betalen, denk ik. Nou, ik denk dat ze flink wat rekeningen kunnen betalen. Nee, inderdaad. Nou ja, goed, zeg maar, er zijn ook diverse soorten content. Maar er zijn een heleboel mensen die content marketing willen bedrijven. Ja, en content marketing gaat eigenlijk ergens anders over. Dat gaat over content gebruiken om in, om zeg maar een soort van niet in te breken, maar om
mee te doen in de wereld van de klant. Mm-hmm. Dus dat je bij wijze van spreken, als je hengels verkoopt, dan ga je een vismagazine maken. En dan vissers die zien dat magazine en die denken van, oh hé, hey, dit is waardevolle informatie. Er zitten allemaal tips en trucs in en zo. Ja. En op die manier maken mensen de connectie van, oh, dat is positief. Je komt dat soort dingen wel eens per ongeluk tegen, dat soort goede content. Ja. Zoals laatst wilde ik, of nee, laat, ik wil volgende week wil ik grindtegels in mijn tuin verleggen. Dus ik wil op een plekje waar geen grindtegels liggen, wil ik ze wel gaan leggen. Ja. En dat. Ben ik gaan googlen en dan kwam ik op een of andere heel slecht vormgegeven site met een hele goede uitleg daarover, over hoe je dat moet doen. Oh, gaaf. En dat was van een of andere tuinarchitect die alle kennis die hij heeft gewoon online zet. Oh, nice. Maar dan niet bij zet bij elke alinea van huur mij in, hè, gewoon. Nee. Zo werkt het. Ja. Ja, en dat is wat mensen van iFixit geloof ik ook doen. Ken je iFixit? Ja, zeker. Gebruik ik ook vaak. Voor de kijkers deus. Dat zijn dus de mensen die, als er een nieuwe iPad uit is bijvoorbeeld, zij kopen hem dan in Nieuw-Zeeland, omdat het daar als eerste 5 mei is of weet ik van wat. En dan halen ze hem helemaal uit elkaar en dan laten ze dus zien wat de componenten zijn. En doen ze ook een berekening van hoe duur die componenten zijn. Maar nog veel belangrijker, ze hebben een hele grote bak met how-to's. Hoe je bijvoorbeeld het glasplaatje van je kapotte glasplaatje van je iPhone kan vervangen. Dat soort dingen. En dat zijn ze heel succesvol in. Allemaal gratis content. Helemaal gratis. Dus dat is... En waar ze de centen mee verdienen, dat zijn de onderdelen en de setjes waarmee je iPhone open kan maken. En dat zijn allemaal hele rare inbussleuteltjes. En daar verdienen ze geld mee. Maar dus op die manier woon je plotseling in de wereld van iPhone-reparateurs. En je bent heel waardevol, ook als contentaanbieder. Ja. En ja, ik weet niet. Het is gewoon mensen, een heel fijn huwelijk. Maar ja, goed, daar zit natuurlijk wel heel erg duidelijk die koppeling aan hun producten, hè, die ze verkopen. Dus onder nou ja, elk goed, die artikel worden gebruikt. Maar ja, er staan wel banners onder, inderdaad. Maar volgens mij valt dat ook nog wel mee. Dus dat, maar ja, ik vind het een waanzinnige site. Hetgeen wat mij vooral heel erg appelleert, is dat die mensen oprecht bezig zijn van, kijk, we gaan jou nu uitleggen hoe je die verdraaide iPhone open kan maken. Ja. Want dat is best een klusje. Ja. En dat doen ze zonder enige pretentie anders dan jou uitleggen hoe dat moet. En vroeger waren dat soort dingen magic. Hoe je dat soort apparaten moest repareren. Was van, ja. Wow. Ja. En ze maken het heel erg eenvoudig. En ja, dat is. Ik word helemaal verliefd op dat soort content. Dat is gewoon. Dat is zoals het hoort. Ja, precies. En een heleboel merken die moeten dus wennen aan op die manier dingen maken. Want ze denken van. Ja, we gaan dingen dus gratis weggeven. Nou, kom maar op. Wanneer verdienen we ons geld terug? Dat noemen ze dan ROI. Wanneer krijgen we dat geld dan terug? Is dat dan over 2 maanden weer binnen? Maar dat is dus niet zo. Hè? Dat duurt veel langer. Mensen moeten eraan wennen. Mensen moeten wennen aan dat jij een partij bent die waardevolle informatie kan leveren. Dat duurt gewoon wat langer. Ja. En daar ging mijn artikel over. Het ging over 2 dingen, namelijk, hey jongens, dit is een ander spel. En, maar vooral ook, doe het met aandacht. Doe het met liefde voor de content. Een soort van pleidooi. Ja. En dat heb ik een erg mooi artikel. Oh, dank. Ja, echt leuk. Er komt meer aan. Want het was een beetje een kick-off, zeg maar. Dus. Ja. Nou ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. En wat behalve dan dat het andere werkt ook, hè. Dus Telcel werkt blijkbaar absoluut. Ook. Ja. Dat is het vreemde. Alleen je moet het niet halfslachtig doen. Weet je wel, als je het doet, doe het met trots en met... Doe het ook eerlijk. Ja. Weet je, je hoeft mensen niet voor te liegen. Dat is onnodig. Precies, ja. Ja. En als je, want er zijn ook een heleboel mensen die zeggen van, nou, wij maken wel reclame in onze marketing content. Ja. En dat is prima, maar die doen met een knipoog. Bijvoorbeeld, oké, er komt nu de plug. Dit moet je kopen, want het schopt een enorme kont. Ja, ja, ja. Weet je wel? Ja. Dat kan natuurlijk niet zonder onze apparatuur, weet ik veel. Ja. En dat, ja,
kunnen mensen ook een weloverwogen besluit nemen of whatever. Wauw, deze twee mensen die zijn heel erg ingepakt. Echt, maar ook heel erg hetzelfde. Ja, hetzelfde, dat is een setje. Ken je dat wel eens van die mensen die hetzelfde joggingbroek, joggingpak aan hebben? Op campings blijkt dat wel voor te komen. Dat schijnt, ja. Campingsmokings. En dit is een familiewereldreizigers in felgekleurd geel. Prachtig. Unisex fietspakjes. Ja, inderdaad. Nou, we zijn er weer. Jezus, wat is het druk. Allemaal vrachtwagens. Ja, die gaan niet door de wasstraat, hè? Zo, het gaat niet passen. Oh, gelukkig. Het is niet zo heel druk. Ik zit nu te wachten. Van, nou, ik heb nog wel een onderwerp, maar ik denk dat ik er nog even mee wacht. Omdat we nu natuurlijk ook andere dingen gaan aanzetten. Ja. Ik had het over gisteren over opt-in of opt-out. Ik was aan het kijken hoe WhatsApp zijn geld verdient. Ja. En toen stond daar eigenlijk in al die hele privacy policy stond maar één alineaatje over hoe ze dat eventueel zouden doen. En dat gaat dan over dat ze informatie zouden kunnen verkopen. Ja. En dat dat in de toekomst ook persoonlijke informatie kan zijn. Maar, zegt ze erbij, daarvoor kan je altijd opt-innen of opt-outen. En daarin zit natuurlijk een... Achteraf nog? Of? Ja, dus ze kunnen nieuwe features verzinnen die ze kunnen marketen. Uh-huh. En dan heb je altijd de optie om te opt-innen of te opt-out. En toen had ik met Katrien de discussie erover. Wat is dan opt-in en opt-out? En eigenlijk wat ze zeggen, we kunnen nieuwe features implementeren wat we maar willen. Yeah. En jullie kunnen achteraf dan zeggen, nou dat willen we toch niet. Maar dat kan je... Dus dat is opt-out? Dat is opt-out. Ja. Maar je wil natuurlijk eigenlijk dat mensen moeten opt-innen. Dat is veel eerlijker. Ja. Je zegt van, we hebben deze nieuwe feature. Je moet ermee akkoord gaan. Dat is wat Apple eigenlijk elke keer doet als je iTunes opnieuw downloadt. Ja, en wat Google deed met een nieuwe privacy policy. Ja, inderdaad. Ja. Zeg maar, ja. You shall not pass. Ja. Voordat je deze... Of dat je expliciet zegt, ik wil niet dat dit gebeurt met mijn gegevens. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat is ook een... Ja, maar dat gebeurt wonderbaarlijk weinig. Ja. Er zijn maar weinig mensen die zeggen van, nou, je kan ook de dienst door laten gaan zonder dat je accordeert met deze nieuwe feature of deze nieuwe voorwaarden. Ja. Of dat je doorgaat op de oude voorwaarden. Waardoor je features misloopt of zo. Ja. Maar goed, het subtiele verschil tussen opt-in en opt-out. Maar daar zijn we toch al heel erg lang over eens met de wereld en het internet? Volgens mij is het inmiddels met e-mail nieuwsbrieven is het expliciete opt-in. Je moet, als mensen zich inschrijven voor een e-mail nieuwsbrief, moet je bevestigen dat dit jouw e-mailadres is en dat jij dat wilde. Dus dat is een echte opt-in. Ja. Maar opt-out werkt heel anders. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik kan een nieuwsbrief versturen naar al mijn klanten, waarin ik allemaal leuke aankondigingen doe. En in de vierde alinea staat, we hebben ook een fantastische nieuwe service waar iedereen super blij van wordt. En nieuwe features. Fantastisch. Ja. En sommige gegevens van jou zullen we daardoor aan onze fantastische nieuwe partners doorgeven. Oh, ja. En iedereen wordt daar blij van. Ja. Als je dit niet wil, om wat voor rare reden dan ook, wil je dit niet, dan kan je altijd zeggen dat je dit niet wil. Dus de opt-out kan je kan heel erg ervoor zorgen dat mensen niet gaan opt-outen door een bepaalde, door het weg te stoppen. Ja. Er was laatst ook, zag ik een mooi voorbeeld van, wie was het? Dat was echt heel evil. Als je wilde uitschrijven voor een e-mail nieuwsbrief, dan had je zo'n lang formulier met iets als 6 verschillende opties. En sommige opties
die gingen niet voor jou op en die moest je dan expliciet ook niet aanvinken. En als je gewoon geen e-mail meer wilde, moest je in ieder geval 2 boxjes aanvinken. En overal stond hele erg juridische taal bij. Ja. De omschrijvingen leken heel juridisch, waardoor het... Dat is echt zo. Wat raar, joh. Ja. Dat mensen nog op die manier willen... Zou dat nou luiheid zijn, denk je? Nee, dat is gewoon echt puur evil. Dat is gewoon mensen die denken, hahaha, we gaan ze overweldigen. Nou, we willen niet dat mensen zich uitschrijven van onze nieuwsbrief. Dat is het. Yeah. Hmm. Dus het echt zo moeilijk mogelijk maken. Ja. Rare fratsen. Stel dat er nou wetgeving op een gegeven moment komt, hè, dat we allemaal eigenaar zijn van onze eigen gegevens. Volgens mij had Virgin op een gegeven moment ook zo'n... iets van dat je akkoord moest gaan ergens mee en dan moest je iets aanvinken. En als je het aan of uit... De zinconstructie was zodanig dat of je het nou aan of uitvinkte, je was akkoord. Ja, was wel weer screwed. Ja, ja. Echt bizar was dat. God. Ja, het is lekker warm hier trouwens. Ja. Ik zit even de kachel iets zachter. Oké, cheers. Oh, mijn schoenen beginnen een beetje te roken. Smelten. Ja. Klein beetje te roken in elk geval. Ja, nee, ja. Mensen. Nou ja, nee, niet mensen. Ja, marketeers. Ja. Die is voor jullie. God. Ja, of de legaliers. Ja. Hoi, 1 Polish pakket alsjeblieft. Dus zijn ze weer, Hij moet in zijn achteruit, moet hij toch? Ja. Net als het wieltje komt. Ja, precies. Ja, we hebben nou weer een verse ketting erop. Ah, oh, oké. Hij zal het wel weer even houden. 5. Dankjewel. Voor erbij. Nee, dank je. Hoi. De U-boot. De U-boot. We zijn herkend. Ja. Oh, dit is... Die doet het iets intensiever. Ja, inderdaad, ja. Heeft hij nou het extra dure pakket? Ja, dat zou kunnen. Wij worden alleen in de sop gezet. Ja. Dat is inderdaad. Oh. Apart. Zo. Feedback. Ja, inderdaad. Heb jij een leuke feedback gekregen? Oh. Van het Media College Amsterdam. Oh ja, inderdaad, ja. Ja. Wauw, wat goed joh. Een complete klas was aan het kijken. De hele klas had gekeken. Ja, dat is zoiets raars. Dus nu wonen we in een klaslokaal. Ja, precies, ja. Ja, dus nou ja, goed, dat gebeurt natuurlijk met iedereen. Ja. Hoi, scholieren. Dag. Haal je vingers uit je neus. Wel opletten, hè. Ja, precies, ja. Krijg je nog voldoende. Ja, wortel van 3, iedereen. Ja, dat vond ik erg leuk. Ja, nee, dat is echt... Maar het is vooral heel erg stoer dat dat gewoon heel erg aanslaat. Dat we relevant blijken te zijn. Ja, heel erg. Nou ja, in onze niche, hè. We zijn niche contentmakers. Ja. Ook niet al te hoge verwachtingen van hebben. Nee. Ik vind het nog altijd bijzonder dat mensen überhaupt kijken. Ik kijk namelijk zelf dus nooit video, dus ik vind dat altijd... Leuk. Nee, ja, we zijn ook niet alleen maar video. Ja, we zijn ook audio. Ja. Ja. Ik wil daar nog een complete pagina aan besteden. Waar je een beetje kan zien van waar kan je allemaal de wasstraat halen. Maar bijvoorbeeld de mensen die googelen, die zullen waarschijnlijk op de YouTube-pagina's terechtkomen. Denk ik. Nou ja, we hebben toch ook beschrijvingen. Er is dus flink wat tekst op onze
Alleen, ik zie nog niemand via Google bij ons uitkomen. Nee, niet, in, niet op de webpagina's. Nee. Maar dat komt omdat een heleboel informatie die staat al onder de video. Maar de video heeft ondertitelingen, de onderwerpen zitten erin. En een link naar de wasstraat als we dat willen. Nou Kiki, geniet er maar van. Hoe vond Kiki het? Was ze weer blij? Volgens mij heb ik hem niet gekeken met haar. Oh. Nee. Ik was ook ietsjes later deze week. Maar ik heb haar gisteren wel verteld dat we vandaag weer met door de straat was gegaan. En dan kan ze nu klaar gaan zitten, want er komt een zwabber aan. Ja, dit is toch wel eigenlijk het hele het leukste van het, de wasstraat van wat de we doen wasstraat, van ja. Onze dit project. Omdat we gewoon elke keer door die wasstraat gaan. Het, is, ja. Het blijft een fantastisch ding. We zijn er ook elke stil, zelf ook stil van. Oh, hey, trouwens, ik zag over de vorm nog heel eventjes. Eergisteren zag ik The Verge. Dat is een gadget magazine. Die hebben ook video's. En wat die doen is alle segmentjes, alle onderwerpjes losknippen van elkaar. Ja. Dus ik ga dat voor deze wasstraat ga ik dat proberen. Kijken ja. Of dat werkt. We hadden het er volgens mij al eens over gehad. Maar toen... Hebben ze een beetje gedisqualificeerd. Nou, je zei dat het moeilijk was omdat we een beetje door elkaar heen lullen. Ja. En het is niet echt makkelijk op te knippen. Ja, ik ga het gewoon toch proberen. Nou, succes. En dan zetten we een bumpertje ervoor en erachter. En dan weet je dat het toch nog iets op zichzelf staand is. Succes. Ja, thanks. Ja. Ja, wat ik bedoel, de hoeveelheid moeite die ik er nu al in steek, dan kan dat er nog wel bij. Oh, kijk maar hier, wat grappig zien. Wat de hel. Dat ding blaast echt heel hard. Er zit echt een deuk in zijn... Ja, tijdelijk dan. Ja. Nu hier. Ja hoor, ja. Zo. Wappers niet aan. Nee. Daar heb ik voor betaald. Nee. Hey, je wordt er een beetje langs gehaald. Het zit. Ja, dus draaien. Valt er weer tegen. Misschien is dat die premium waar die dame voor ons dan wel voor heeft betaald. Ja, ja, ja. Is het gewoon omdat het een dame is? Ja, vast wel. Er zijn detectiemechanismes voor. Ja, ogen. Zo. Nou, hij is weer schoon. De ster staat weer scheef. Yep. Zou zonde. Ik vind trouwens wel dat ze iets moeten doen aan dit weer, hoor. Want het slaat nergens weer op. Ja, het was echt hartstikke lekker van de week. Jongens. En toen dacht ik zo van, hé, dan kunnen we eindelijk die leuke foto maken. Of weer maken, sorry. Nou ja, dat kon nog wel, hoor. Ja, joh. De zomer komt eraan. Ooit. Ik bedoel, ik ga op vakantie binnenkort. Oh, trouwens, we slaan er waarschijnlijk eentje over ongeveer. Want ik ga op vakantie. Maar je had nog een onderwerp. Ja, nou, het zat een beetje in het verlengde bij dat bedrijven doen alsof ze mensen zijn. En dat was het eigenlijk ook. Ken je vroeger Ben nog? Het merk Ben? Ja, ja. Ik vond het altijd... dat is een telecommerk. En dat was heel erg leuk, want het was heel persoonlijk. Het had ook reclames gemaakt op Kessels Kramers. En dan hoorde hij een hele mooie warme stem en die zei, hallo, ik ben Ben. En vervolgens werd er omgeschakeld naar een vrouwenstem. En zo van, ik ben een telecommerk en ik ga jou helpen met mooie aanbiedingen en zo. Dat zijn leuke telefoontjes. Mooie foto's. Mooie foto's, heel mooi zwart-wit op knijterblauw. En daar was ik wel van gecharmeerd. En dat vond ik heel... Het mooie was namelijk dat zij over de hele linie hadden zij die... dat Ben een persoon was, tot aan de callcenters toe, was iedereen die was Ben.
En dat was zo waanzinnig strak en mooi geïmplementeerd. Dat ik dacht van, ja, wauw, dit is fantastisch. Ja. En ik zie dat, de laatste tijd zie ik een heleboel bedrijven zie ik wel zo marketen, maar niet zo implementeren. He, dus een heleboel bedrijven die merken dat je dus, als je een soort van persoonlijke boodschap uitdraagt, dat je dan leuker gevonden wordt. Of dat je mensen benaderbaar. Zichzelf met je gaan identificeren. Dat vond ik zo bizar aan Ben. Dat ik heb toen echt Ben gekocht. Nou, ten eerste omdat het goedkoopst was. Ja. Ik was toen student, dus dat was voor mij nog... Ja, ik ook. Ik was net niet meer student. Maar in ieder geval, goedkoop was belangrijk. Yep. Maar ik vond het ook nog eens echt tof. Ik was echt van... Ik kom dat is er mijn mee. Vriend. Ja, echt bizar. Dat vind ik zoiets bizar dat ik daar toen ingestonken ben. Ja, ja. Ik vind dat nu nog steeds... Soms zie ik wel eens mensen iets twitteren dat ze zich echt vereenzelvigen met een merk. En dan zeg ik, dat kan toch? Hoe kan dat nou? Ja, maar dat is knap. Maar het is wel zo. En ja. Alleen, ik merk wel dat dat mensen het, zeg maar, dat merken het vaak wel proberen. Maar, en ik ga het nu echt zeggen, hou je vast. Ja. In dit economisch klimaat merk je dat een heleboel bedrijven het simpelweg niet meer uit kunnen voeren. Ze kunnen niet meer zeggen... Oh, wauw, nieuwe route. Ze kunnen niet meer zeggen... ze kunnen wel zeggen van... Hé, wij zijn een persoon en we gaan je op een hele persoonlijke manier benaderen. En dat vinden we belangrijk. Ja. Maar de follow-through, die werkt dan niet meer. Jouw mening telt. En er komen klanten met meningen. En dan worden ze gestonewalled. Het is een dingetje, weet je. Het wordt... De support personeel of het marketingteam of de contentmakers staan dan vervolgens niet klaar om gevolg te geven aan hun belofte, aan hun klanten. En dat vind ik... Dat merk je dus ook dus in de content. Merken die realiseren zich niet dat als je je als een persoon presenteert, dat je ook als een persoon moet gedragen. Ja, precies. Dus het wordt gewoon niet tot in extreme doorgevoerd. Of niet ver genoeg doorgevoerd. Inderdaad, ja. Het is namelijk... Ja, het is ook heel erg moeilijk. Het is echt een moeilijk spel. Maar ik vind het... vooral in de content merk je dat ook heel erg. Hè? Dus dat je een bedrijf hebt die een leuke campagne heeft gemaakt... over, weet je wat, hoe je voor de jeugd bijvoorbeeld... Hè? Er zijn best wel financiële instanties, maar ook telecominstanties... die dan specifiek voor de jeugd een leuke campagne maken... En dan kom je op die website en dan denk je van... Nou, kom erop met die leuke informele toenadering van de jeugd. En dan vind je dat niet terug. Want het bedrijf heeft besloten om alles in de U-vorm te doen bijvoorbeeld. Of een afdeling van het bedrijf. Of alleen het beantwoorden van de mail gebeurt in de U-vorm. Ja. En dat is wat sowieso een beetje raar is. In Nederland vind ik dat... nu ik... een klein beetje ouder wordt. Ja. Een klein beetje maar. Dan zeggen jongere mensen al zeggen vrij snel toch wel u. Maar ik merk wel dat ik zelf eigenlijk niet meer benaderd wil worden als een u-persoon. Of ik vind het helemaal niet erg om getutoieerd te worden in dingen die aan mij gericht zijn. Content die aan mij gericht zijn. Oké, dat weet ik niet. Ja, dat is lastig. Want weet je, heel veel mensen willen dat juist weer wel. Ja. Dat is met die Nederlandse taal is dat lastig. Zeker als je ook nog eens met Vlaanderen ook nog zaken doet, dan is dat natuurlijk helemaal Ja, die zijn lastig. Sowieso... Het is nogal regio gebonden of je u of je wilt. Ja. Ja, zou het binnen Nederland ook zo zijn? Ik denk het wel, ja hoor. Op het platteland zal u meer gewaardeerd worden en in de stad je, denk ik. Ja, dat zou best wel schoenen inderdaad. Maar dat weet ik niet. Jij woont buiten de ring, dus jij zou dat moeten weten. Ik woon ongeveer 1 kwartier fietsen buiten de ring. Maar inderdaad. Ik ben gelijk van slag. Maar de reden waarom ik zeg van ja, je mag mij best tutoieren is omdat ik als tekstschrijver, ik schrijf ook wel eens...
ik ben screenwriter, weet je. Dus dan schrijf je teksten voor video. En daarin is een vorm, een joviale aanspreekwijze. Van, hé, heb je dit ook wel eens? Nou, dan hebben we iets op gevonden, namelijk XYZ. Ja, ja, ja. En dan is een je-vorm, als je dat met u doet, dan klinkt het niet. Dan rolt het niet lekker van de tong, et cetera. Dus het sluit ook een heleboel... Ja, ik denk dat het echt wel afhankelijk is van je doelgroep. Ja, als dat is zeker, ja. Een filmpje maakt over hoe internetbankieren werkt, bijvoorbeeld. Ja. Dan zou ik eerder voor u kiezen, omdat ik ervan uitga dat... Dat het oude mensen zijn. Ja. Ja. Ik ga er dan vanuit dat ik dan tegen... niet mijn moeder spreek, maar... Want daar zeg ik je tegen, maar... Mm. Ja, ik ook. Ja. Dus vertel maar. De kleinzoon doet het ook waarschijnlijk. Of... oma, dat doe je zo. Ik zei vroeger u tegen mijn oma. Ja, ik ook. Ik heb een hele formele oma's, had ik. Mijn vader zei vroeger u tegen zijn ouders. Dus dan was het ook een beetje raar als ik dan ineens je tegen ze ging zeggen. Oh ja, inderdaad, ja. Ik weet nog dat er zo'n breekpunt was op een gegeven moment. Zo. Oh ja, nee, je mag ook je zeggen hoor. Tegen mijn moeder. Leuke moment in je leven. Maar... het is inderdaad... Het is een keuze. Ik vond het alleen opvallend dat je... Ja, daarmee kan je dus, als je communicatie voor jeugd opzet, et cetera, dan sluit je eigenlijk de rest van je content sluit je niet goed aan daarop. Ik zal even kijken of ik misschien nog hier wat heb. Kijk, voor de rest heb ik alleen nog maar een aantekening die we vorige keer ook een beetje begonnen, namelijk... dat voorbeeld van Stephen Hayes, die inmiddels waarschijnlijk iedereen heeft gezien. Stephen Hayes, sorry. Stephen Hayes, yeah. De pagina met overal banners en afleidende content. En dan een heel klein regeltje wat dan de daadwerkelijke artikel zou zijn. Ja. Ik merk dat dit echt een probleem is. Dit is een serieus probleem. En dat in meer vormen dan we realiseren. Een heleboel pagina's die gemaakt zijn om tekst te bevatten. En ook niet zo'n klein beetje makkelijke tekst of informele tekst. Wat makkelijk wegleest, zeg maar. Maar voornamelijk moeilijke teksten. Licenties en dat soort zaken. Of handleidingen. Die worden eigenlijk ook volgezet met een heleboel dingen die niet interessant zijn. Die heel erg, en zeg maar niet alleen dat... Maar voornamelijk ook heel erg afleiden. Dus je hebt een pagina waar je echt op moet concentreren. En waar je echt een partij informatie aan het nemen bent. Maar dan word je van links en rechts afgeleid door banners, door menu'tjes, door andere aanbiedingen. Door wat andere gebruikers leuk vonden. Door een Twitter, hotlist, door de laatste nieuwtjes. En dan denk ik van ja... Dat is wel heel erg raar dat mensen dat willen. Weet je, je maakt mooie content zodat mensen zich daarop kunnen focussen. En daar wil je eigenlijk ook mee scoren. Maar in de tussentijd leid je met dezelfde content eigenlijk ook een heleboel mensen af. Ja. Of met alle andere content, zeg maar. Nou ja, ik las vannacht, ik werd midden in de nacht wakker. Ja. Ik even wat lezen. Las ik een artikel vanuit een totaal ander... oogpunt, namelijk het oogpunt van de geldverdieners, van bannermakers. Ja. En daar las ik iets. Die zagen mobiel zien ze als een probleem. Want? Dus iedereen is blij met mobiel. Ja, precies. Iedereen is blij met dat ze een mobieltje hebben. Contentmakers zijn hartstikke blij met een mobiel dat ze content kunnen maken. Uh-huh. En alleen dus bannerboeren die zien content als een of zien mobiel als een probleem, omdat wat je verdient per banner is veel minder. Ja, want er zijn minder banners te plaatsen. Liggen daar dan aan? Minder banners te plaatsen zijn kleiner. En dat was echt iets als iets van met papier. Als je een advertentie op een papieren
medium plaats, dan is het 100. Krijg je er 100 voor of zo? Ik snapte het ook niet helemaal precies. Maar het was... ik vond het zo bizar om dat op die manier te zien. Dat dus zoiets tofs als een probleem gezien wordt. Ja. Het is inderdaad wellicht een probleem voor oude manieren van geld verdienen. Maar doe er dan wat aan. Ja, het zorgt dan dat je op een andere manier relevant wordt of in de picture komt. Ga dan een andere manier verzinnen om je geld te verdienen. Ja. Ja, nee, dat is ja, goed. Daar hadden we het vorige week al over. We hebben het altijd over. Ja, inderdaad, ja. Ja. We hebben nu het legal hoekje van de route hebben op, vernuftig weten te omzeilen. Dus mij betreft, je hebt expres een andere route genomen, hè? Ik probeer eigenlijk altijd een beetje andere routes te nemen. Ja, nee, dat weet ik zo. Ja. Dat merk ik zo. Maar nu heb je ook een heel fijn beeld. Hele andere routes rijden. We hebben het ook steeds minder over films. En dat komt omdat we niet meer langs Eiburg rijden. Denk ik. Films? De video-industrie. De filmindustrie. En hadden Eiburg? Ja, ik weet niet. Rond Eiburg hadden we het daar vaak over. Oké. Okay. Oh. Ja, goed. Ik dacht, wat hebben die nou weer met elkaar te maken? Ja, nee, die hebben helemaal niks met elkaar te maken. Maar Eiburg, het Hollywood van Nederland. Ja, nee. Ja. Dat is die jongen ook zo. Nou. Nee, telkens als wij daar langs reden, hadden we het ook over de filmindustrie. En dan even verderop hadden we het over CMS'en. Daar hebben we altijd niet meer over gehad. Nee. Ik ga er binnenkort wel een presentatie. Ik ga een webinar houden voor een groot CMS-bedrijf in Nederland. Oh ja, oh, dat wordt leuk, hè? Dat is leuk. Dat is heel leuk. Dan kunnen ze weer eens wat leren. Ja. Of een ander perspectief zien in elk geval. Ja, en heel veel de boel ook eens inderdaad van een andere kant bekijken. Ja. Ja, dat is sowieso wel leuk om dingen eens een keer vanuit het perspectief van een klant of van een leverancier of van wat dan ook te zien. Dan merk je ook dat je veel makkelijker ook tot oplossingen komt. Ja. Ik had nog iets wat ik wilde zeggen, maar dat weet ik niet meer. Nee. Ja, nou nog even terug op die banners. Ik vind het wel heel erg interessant dat die bannerverkopers, nou ja, goed, die zien hun eigen markt eigenlijk slinken. Ja. Door mobile en dat soort fratsen. Maar ik vraag me ook echt af of we die een dergelijke stijl van focus krijgen. Eigenlijk wat je met campagnes ook hebt. Hè. Campagnes zijn eigenlijk volledige takeovers van de complete browser. Ja. Waar alleen maar op één onderwerp wordt gefocust en niets anders dan dat onderwerp. Ja. Wordt maar één doel bereikt. En dat zou je eigenlijk ook met content moeten doen. Nou, ik denk ook inderdaad van, ja, weet je, sterf maar lekker dan banners. Who cares? Niemand zal jullie missen hoor. Ja. Echt niet. Dus, het gaat niet alleen over de banners. Hè? Het gaat ook over de minuutjes en alle andere dingen die mensen relevant denken te vinden. Ja. Als aanbieder van een website of maker van websites. Ja. Ik zag pas geleden een blog. En er was niets. Het leek verdraaid veel op een van de blogs die jij hebt gemaakt. En er stond alleen maar tekst. That's it. En het was een beetje write room. Zet er wel even een linkje neer. Dat is te lang om uit te leggen. Maar dan zag je alleen maar tekst, zwart. En dan weet het perfect om te lezen. Eigenlijk een beetje Kindle-achtig, hè? Alsof je een boek leest. Hier, dat is nou een mooi voorbeeld. Of Flipboard. Kindle heeft, die heeft iets grappigs. Dan heb je een goedkopere Kindle. En als je dan niet leest, staan er advertenties op je scherm. Ja, dat vind ik ook zo. Die vind ik wel. En het werkt, grappig. Hè? Ze verdienen geld. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En de lezer. Dat hebben ze onderzocht. De lezer vindt het ook niet erg. Want je bent dan niet bezig met lezen. En het grappige is dat het dus ook nog eens nauwelijks stroom verbruikt. Dus die Kindle die is zo efficiënt. Die gebruikt gewoon echt bijna geen stroom. Dus nee, het geeft niks dat er de hele tijd advertenties op dat schermpje staan. Nee, precies. Ideaal. Ja, vernuftig. Trouwens, over goede. We hadden het over verdienmodellen en over mobiel betalen. Kindle. Hands down, de beste implementatie ooit. Dus als je daar een boek wil kopen, hoef je alleen maar te zeggen, ik wil dit boek hebben, klaar. That's it.
Meer handelingen zijn er niet. Nee. Het ding download, je kan gelijk lezen. En je kan hem overal lezen daar. Overal. En hij onthoudt ook nog welke bladzij je zit. Ja, precies. Ja. Ja. Dus? Maar toch, vreemd, de toch koop ik niet. Nee, maar dat zijn andere overwegingen. Ja. Maar dit mechaniek van mobiel betalen. Amazon heeft perfect. Het helemaal door. En de concurrentie moet ze gewoon gaan naapen. Want anders wordt Amazon echt een monopolist, wat ze nu al zijn. Ja. En dat willen we echt niet. Nee, dat zou zonde zijn. We willen meerdere monopolies. Nee, we willen geen monopolies. Een polypoly willen we. Ja. Polypoly. Het is altijd gokken, hè, of er dan verderop nog een plekje is. Ja. Ik rijd altijd er eentje voorbij. En de aanname, hier krijg je nog wat tussen. Ja, inderdaad. Nou. Krijg je hem tussen? Volgens mij stond hij daar net. Oh, nou goed, dan maar. Zou het moeten kunnen. Zou het moeten kunnen, inderdaad. Als een handschoen. Fietsen aan, nee. Nee hoor, die zit hier prima. Ja. Ik weet niet hoe meer je aansteekt, maar... Zo! Nou, dat was hem voorlopig. Tot de volgende keer.